Verwekkers van kalverdiarree zijn met het blote oog niet te zien. Dit maakt het heel moeilijk om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van deze verwekkers op je eigen bedrijf. Maar misschien dat Pleun Penteman, dierenarts bij MSD Animal Health, ons wat meer inzicht kan geven. Pleun, waarom is het zo belangrijk om na te denken over de verspreiding van de ziekteverwekkers bij kalverdiarree? Ik denk dat dit antwoord niet alleen geldt voor de verwekkers van kalverdiarree, maar eigenlijk voor alle ziekteverwekkers in het algemeen. Of een dier ziek wordt, heeft te maken met heel veel verschillende factoren. Maar twee daarvan zijn eigenlijk heel erg belangrijk. Aan de ene kant de weerstand en aan de andere kant de infectiedruk. De mate van verspreiding is van invloed op de infectiedruk. Op het moment dat een kalf diarree krijgt, kan een dier wel miljoenen tot miljarden ziekteverwekkers per dag uitscheiden. Vaak zijn er maar een paar van die ziekteverwekkers nodig om een ander dier ziek te maken. Je kunt die ziekteverwekkers vaak niet met het blote oog zien. Die verspreiding kan dus heel gemakkelijk en heel snel verlopen. Klinkt wel een beetje ingewikkeld. Heb je misschien een voorbeeld? Nou, dat is een hele goeie. Iedereen kent wel glitters. Jij kent ze vast ook wel. Ja. Ze zijn super hardnekkig en je vindt ze echt overal terug. En zelfs nog maanden nadat je ze gebruikt hebt. Nou, stel je strooit deze glitters in de huisvesting van de kalfjes. Waar ga je ze dan allemaal tegenkomen? Een andere mogelijke plek is ook de afkalfstal van de koeien. De spreiding van de glitters is vergelijkbaar met de spreiding van de ziekteverwekkers. En om het visueel te maken, denk nog even terug aan wat ik straks zei. Een kalf hoeft maar een paar ziekteverwekkers binnen te krijgen om ziek te worden. Stel, je strooit glitters in de kalverbox. Het kalf wil niet drinken omdat het diarree heeft en je stapt even in die box om het kalf te helpen. Daarna hebben nog een paar andere kalfjes ook je aandacht nodig. En er is geen hoogdrukspuit om even je lazen tussendoor schoon te maken. Stel je voor wat er allemaal aan je lazen zit en hoe je dit over het bedrijf verspreidt. Met glitters kun je dit dus heel mooi zichtbaar maken op je bedrijf. Oké, duidelijk. Dus door het inzichtelijk te maken kun je maatregelen nemen om verspreiding van ziekteverwekkers te verminderen. Ja, dat klopt. Oké. Nou, en gun jij jouw kalveren nou ook een gezonde start? Kijk dan op www.gezondkalf.nl voor meer informatie.